Boswerkzaamheden van start. Vanaf begin december 2020 werkt Staatsbosbeheer aan de noordkant van de N224 in boswachterij Austerlitz aan een toekomstbestendig bos. Op een aantal plekken krijgen bomen en struiken meer ruimte. Het dunnen van het bos is noodzakelijk om het bos gevarieerd te houden. Ja, werkelijk overal in dit bos waar je kijkt, daar wordt uitgedund. En niet zo'n beetje ook. Het is me echt de vraag waarom ze dit allemaal doen. Ja, waar je ook loopt. Ja, dit is een heel bijzonder stukje bos. Met veel bosbessen. En heel veel mos. En relatief weinig gras. En dat maakt dit stukje heel bijzonder. Want het is nog niet uitgedund. Maar ja, zoals je kunt zien aan de oranje stippen, her en der, gaat begin december hier een grote machine doorheen. En die zal al dat mos en al die bosbessen struiken plat rijden. En alle oranje gestipte bomen ertussen uithalen. Met een uitermate precisie en snelheid. En daarna zal dit stukje bos niet meer zijn wat het is. Want daarna zal er zoveel licht komen tussen de bomen door. En zal het mos en de bosbessen zo vertrapt zijn dat er gras voor terug zal komen. Ja, het typische van een bos zou je toch zeggen is dat er veel bomen bij elkaar staan. Maar dat is volgens Staatsbosbeheer niet de bedoeling. In dit kleine stukje bos wat we hier zien moet meer dan de helft weg. Want ja, stel je voor dat ze te dicht op elkaar staan. 1,5 meter, minimaal. Waar je ook loopt. Waar je ook loopt. Waar je ook loopt. Waar je ook loopt. Een hele grote, grove den. Op een plek waar er heel veel staan, maar binnenkort niet meer zoveel, want er staan er toch weer een aantal op de nominatie om gekapt te worden. En dat is de tweede keer in 5 jaar dat dit stukje uitgedund wordt. En het is blijkbaar heel lucratief om dit soort oude grote bomen om te zagen en dan maar wachten totdat het weer teruggegroeid is. Maar ik denk dat dan alles wel weg is gehaald door Staatsbosbeheer met hun grijpgrage zaagjes. Brandstof. Brandstof. Overal brandstof. Een aantal jaren geleden is dit uitgedund. Het was een enorm uitgebreid veld van allemaal bosbessen. Nou, er staat nog wel wat hoor. Hier bijvoorbeeld. Maar in geen verhouding tot wat het was. En je ziet het. Wat er vooral voor terugkomt is gras. Waar je ook loopt. Waar je ook loopt. Kijk, deze zijn typisch te dun en te klein om te gebruiken voor de houtindustrie. Dus ja, de enige oplossing wat hiermee kan gebeuren, dat is het als zogenaamd snoeihout te verkopen. En ja, dat betekent dat het de biomassa over ingaat en dat het voor een milliseconde zo'n boompje als dit
Ja, dat zal een milliseconde aan warmte geven in één duurzame woonwijk. Nou, heel fijn, veel plezier. En daarna is dit stukje kaal.